Is dit heel studentico's als je geen kommetjes meer hebt, dat je het maar gewoon op een schaaltje legt? Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag 7 december. Het pak Rusli doet alsof die spookt ondertussen. En ik ben aan het ontbijten in mijn eentje met Fluff. Stijn is boven en ik ben alvast naar beneden om te eten, want ik moet vandaag op wedstrijd. En het is nu 7:30 en ik moet over 10 minuten weg. En ik ga dus op wedstrijd in Utrecht weer. Ik ga jullie vandaag gewoon meenemen. Weer met een soort van, ja, ik wil niet echt meedoen aan vlogmas, vlogmus, vlog, whatever. Maar ik dacht misschien is het wel leuk om weer een paar keer een dagvlog te maken. Zodat je toch ook weer wat meer ziet van mijn privéleven naast de gewone video's die altijd zeg maar ergens over gaan. Dus vandaar dit. En ik ga zo dus de stal eerst Sasje ophalen. En dan ga ik meteen beginnen. Ik ga vandaag niks anders rijden. Ik heb mijn witte rijbroek al aan. Kijk maar. En dan gaan we op wedstrijd. Ik heb er wel zin in. Ik praat jullie straks ook wel even bij op stal. We zijn op stal gearriveerd. Is dat Kissy? Zit te eten. We hebben ze net zelf eten gegeven, want normaal heeft Roy ze altijd eten. Die staat hier op stal ook. Die is altijd heel vroeg. Maar Roy is naar Israël even een paar dagen, dus dan moest ze even zelf voeren. Hij komt wel weer terug. Oh, dat is Fluff. Dan kan de deur weer dicht. We zijn even aan het eten. Maar we hebben toch vandaag op zich, ik ga niks rijden van tevoren. Dus ze kunnen even rustig eten. Dit is Martje, die is gisteren weer geschoren voor de derde keer of zo. Door Lotte, die doet het altijd voor mij. Dus ik keek net eventjes aan, hij ziet er weer super uit. Heeft ze gistermiddag gedaan. Die doet al het zelf. Die, ja, die weet allemaal hoe dat moet en die weet waar alles staat. Dus super handig. En Sasje is nu de hoefjes aan het uitkrabben, want Martje en Kis gaan naar de bij. En ik ga Ens wassen en ik ga met hem stappen. Ik ga mijn spulletjes poetsen en ik denk dat ik nog wat tijd heb om even te werken, ook hier nog. Want ja, als je zo'n dag op wedstrijd gaat, dan ben je best wel lang weg. En zoals de deken is trouwens echt mega vies, want dan staat hij telkens mee in de wei. Maar als je dan op wedstrijd gaat, dan kan je niet zoveel doen, zeg maar. Dus dat is best wel vervelend. Maar ja, je moet ook op wedstrijd. Dus dan, ik neem altijd mijn laptop alles mee, dat staat daar achter. En dan ga ik maar gewoon werken waar ik dan ben, in de auto of nog even op stal. Dus dat ga ik even doen. Dit is Terror Fluffy. Terror Fluffy? Terror Fluffy? Ja, Fluffy is altijd mee op stal. Dus die speelt hier lekker de hele ochtend. Ik ga vast Enzo's zijn... Matje, die krijgt nog een dunne regendeken over zijn deken. Want dit is een staldeken. En dan doen we eventjes altijd deze eroverheen. Dat is echt een soort regenjasje. En dan kan deze ook heel vies worden zoals je ziet. En dan blijft de onderste deken mooi schoon. En hij merkt eigenlijk niet echt dat deze eroverheen zit qua warmte. Hij heeft zijn beestkapjes al aan. En ze is nog lekker aan het smikkelen. Maar heel sneaky alle brokjes tussen zijn supplementen uit aan het vissen. Ik weet niet of je dit goed kan zien. Kijk, dit zijn allemaal, die kleine brokjes zijn allemaal supplementen en poeder. Hij kan heel handig, vist hij alles ertussen uit. Alle lekkere dingetjes van de muesli en de gewone brokjes. En dit blijft dan over. En wij voeren horsmolen en hier ligt, wat hierin ligt is Nervo Forte. Die kleine korreltjes. Nee, dat is tegen zenuwen, nervositeit. Joint Gold ligt er nog in. Dat is voor de spieren, pezen, dat soort dingen. En hier zit ook nog een poedertje. Dat poedertje is Musselbeelder. En dan moet je allemaal opeten, Ens. Ook al wil je het niet. Hij eet het meestal wel op door de dag heen. Dus hij vist het er al uit. En dan krijgt hij straks slobber. En dan gaat het er weer mee door. En dan iedere keer eet hij er wel iets van op. Want hij vindt het niet super vies. Maar ja, geen één paard vindt denk ik supplement echt heel lekker. Dus hij vindt de brokjes en de muesli natuurlijk veel lekkerder. Zadel is schoon. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb zelfs heel mijn beugels schoongemaakt vandaag. Dus nu moet het goed komen. En mijn hoofdstel heb ik ook al schoongemaakt. Die ligt hier. Die hangt hier. Kijk eens aan, jongens en meisjes.
Deze ook nog even gepoetst. Zien jullie dit? Wauw. Nou, alles in de vrachtwagen leggen. Nou, ik ben inmiddels aan het inpleggen. Ik heb hem net gewassen. En ik heb een nieuw dingetje. Die is ontworpen door een vriendin van mij. Dat is Elise Kettner. Dat staat hier ook. Kettner Products. En het is dus een vlechttasje. En dat is heel handig. Voor als je dus moet vlechten. Ze heeft allemaal verschillende kleuren. Ik heb dus een groen met lichtblauw gekregen. Nou, je zit dan zeg maar je naald zit hier. Een speciaal pakketje. Je vlechtdraad. Hier zitten elastiekjes. Een schaartje. En hier kan je nog vlechtkammetjes doen. Die heb ik niet. Die gebruik ik eigenlijk niet. Maar het is echt super handig. Want vooral voor mij is het echt de uitkomst met elastiekjes. Want die gaan er bij mij echt zoveel aan. Dat ik dus iedere keer als ik ga op wedstrijd ga, dan heb ik een bepaald kledingstuk aan. En dan weet mama ook alles. Ah ja, die vind ik altijd terug in de wasmachine. Ja, dus ik doe die altijd in mijn zak. En gewoon altijd. En ik pak altijd te veel. Want ik haat het als ik dan bijvoorbeeld sta te vlechten en het zou op zijn. Dus ik pak altijd super veel. En dan daarna, dan heb ik zoveel haast meestal, dan moet ik een paar op de vrachtwagen zetten en vertrekken naar wedstrijd. En dan zitten die dingen nog in mijn zak. En ja, dan gaat hij dus in de was en dan, ja, dat is heel irritant. Maar nu heb je daar geen last van, nu hoor ik op mezelf. Dus heb je zelf last van. Dus ik vond dit best wel een goeie. En nou zitten die elastiekjes dus hier en dan blijven ze ook daar. Dus of dat ik nou heel veel gebruik of niet. Kijk, hier zitten ze. Dat zie je niet, man. Maar het allerleukste is van dit verhaal, dat ik er dus ook één weg mag geven. Dezelfde als die ik nu aan heb. Er zit ook een riem aan met elastiek voor na de kerstdagen. Als je nou mee wilt doen met de winactie van deze vlechttas, dan moet je even achteraan de video kijken. En dan ga ik even uitleggen wat je precies moet doen om mee te doen met deze winactie voor het vlechttasje van Kettner Products. Het was een lekker weer, man, voor een wedstrijd. Kijk, een paddock. Het is super kut weer. Het gaat heel hard waaien vandaag. 90 km per uur of zo. En het regent. En ik was gisteren naar de kapper geweest. Mama was gisteren naar de kapper geweest. En dat is nu alweer helemaal mislukt. En Enzels die heeft er onwijs veel zin in. Oh nee, ook toch niet. Dus nou, we gaan hem nu op de vrachtwagen zetten. Want die staat hier. Kijk nog maar even goed naar deze vrachtwagen. Hint, hint, hint. Daar zal ik binnenkort meer over vertellen. Oké, hij komt die kant uit. En dan ga ik Enzels er nu opzetten en dan gaan we vertrekken. We zijn net even gaan betalen. En ik heb al het zadel erop liggen. Daar. Ik had helemaal geen schone dekjes meer of zo. Dus ik heb een dekje waar ik graafje voor het laatst mee heb gereden. Deze. Met allemaal diamantjes. Die is eigenlijk te klein voor Enzels en zijn dikke buik. Heb je hier zin in? Nee. Fluffy is hier. Die krijgt nu zijn lunch. En ik ga omkleden. Mr. Pluisoor. Zo, Enzo is opgezadeld. Dan gaan we naar het losrijden. Nou, het is nu vlak voordat de wedstrijd begint en dan is er altijd een soort van pauze. En Jill moet als eerste en dus zijn we nu aan het baan verkennen. En als dan dadelijk de jury's terugkomen, dan mag Jill als eerste gaan starten. Kijk, het is best druk. Iedereen is even in de baan. En ze is hier.
Nou jongens, de proef is voorbij. Jill heeft haar jasje los. Ze zijn van het uitheigen. We hebben Ernst zijn oornetje afgedaan, want dan vindt hij zo kriebelen. Dan kan hij even zijn hoofdje een beetje afkoelen, want dit is een binnenmanege en die is heel goed geïsoleerd. En daardoor hebben de paarden het best wel warm. Dus, ik wil dit even laten zien. Dat zie je eigenlijk niet zo heel veel op wedstrijden. En ik vind het wel heel belangrijk dat dat er is. Dit is dus een dierenarts van de FEI die hier de hele tijd rondloopt. En die pikt er willekeurig wat ruiters uit. En dan gaat ze bloed afnemen bij de paarden om te kijken of er doping gebruikt is. Kijk, dat is een arts die is officieel van de FEI. Dus dat betekent dat ze dat ook in buitenlandse wedstrijden doet. Heeft een mooi tafeltje gemaakt hier en willekeurig worden er wat mensen gepakt over de hele dag. Hey, zijn we thuis! Hey, zijn we thuis! Flip vindt dat zo leuk bij Ens. En ze is lekker aan het eten, net als vanmorgen waar we de dag mee openden. En Fluffy... Hij vindt Ens zo leuk. Wil jij op Ens zitten? Erop zitten. Oké, kom. 1, 2, op. Zo. En Fluffy aan het paard rijden. Deze ding heeft op de vrachtwagen opgehad. Zien we nou even opruimen. Ja. En hier hebben we Matsie Flatsie. Helemaal kaal. Vroeger deed ik ook dat zijn hoofd scheren. Maar sinds Lotte het doet, doen we maar tot zijn oren. Ik weet niet waarom, maar... Maar mijn hoofdje moet ook. Ja, zo'n hoofd moeten we misschien nog maar een keer doen. Ja, we hebben wel zelf een apparaat. Kunnen we ook. Dat deed ik vroeger altijd wel. En dan hebben we hier onze drakendoder van het jaar. Kissa! Kissa, mooi vlemen? Mooi vlemen? Goed zo! Gewoon op commando, hè? Zonder vinger. Goed zo! Knap het. Ja, nou wil ik wel een snoepje. Zullen we een snoepje halen voor jou? Hier is ons voerhok nu. Er staat... Allemaal spulletjes. Ons voer. Oh, mijn terrorhond. Wat is er? Kom, ga mee naar binnen dan. Je wordt helemaal nat zo, hè, smeerlap. Speltip 9. Ik ga niet in de stad wonen, want dan kan je niet voor de deur parkeren als het regent. Kijk, Fluff zijn gezicht. Hij haat regen. Is het lekker regenen, smoel? Lekker, hè? Wij zijn nu onderweg naar huis. Ja, lekker rekening, smoel. Het is inmiddels 4:15, 5 uur. En ik ben thuis door de regen. Hair looks really kapot. En ik ga naar douchen, net als normale mensen. En om 6 uur komt Stijn ongeveer thuis. Dus dan ga ik alvast douchen, dat ik al een beetje klaar ben. Want dan kunnen we daarna gaan eten. Dat doen ook normale mensen. Dus probeer ik altijd een beetje rekening te houden dat als Stijn thuis komt, dat ik dan ook een soort van klaar ben dat we iets kunnen gaan doen. Want hij heeft natuurlijk heel de dag gewerkt en dan heeft hij honger. En Fluff is hier boven bij mij, want die wil nooit beneden blijven. Dus ik ga even snel douchen en dan gaat de avond weer even verder. Nou, onze Lazy Friday, hè schat? Waar gaan we heen? Je hebt besloten dat de handdoek... Die handdoek moest daar liggen. Die moest daar liggen? Ja, dat... Met welk doel eigenlijk? Hij hoort daar. Hij hoort daar. Hij viel van mijn hoofd. Wij gaan eten. Dat is als je niet kan koken. Ja, wij kunnen niet koken. Dan vooral, voornamelijk jij kan niet koken. Dat is echt niet waar. Maar dan moet je andere opties... Ik heb een best geheim talent voor koken. Ja, een heel geheim. Je laat het echt nooit zien. Zo geheim. Nee, dit deel ik echt 1 keer in de week. Ja. Nou, we gaan maar uit eten, want ja, dat is makkelijker. Fluffles zet mee. En volgens mij is het eten al besteld. Dus kunnen we meteen beginnen. Nou, en hier zitten we dan. Met de whole happy family. Ik wist niet dat er zoveel mensen bij waren. Jij wel? Dat is mama van Stijn. Gaan we naar de musical, Evita. Zo. Evita, doe maar aan. Is dat hier? Ja, don't cry for me, Archie. Oh, wat leuk. Fluff is zo traag in de stad. Echt waar, als je met die hond een rondje gaat lopen, je doet er gewoon 100 jaar over. Want hier staan allemaal kerstbomen. En dan is ze allemaal al gesnuffeld. Maar goed, het maakt mij niet zo heel veel uit, want kijk. Oh yes. I love this winkel.
Dit is echt mijn all-time favorite. En deze wilde ik heel graag, dit jurkje. Alleen, hij is zo doorschijnend. Ik weet niet wat ik er onderaan moet. En dit is een nieuwe collectie. Oh mijn god. Dus ik sta hier altijd even te chillen. Fluff! Kom! Stijn mag nooit alleen met Fluffy lopen voor mij, want het trekt vrouwen aan. Ja, daar is die! Kom! Nee, laat ik even met rust. Ja! Best goed. Nee, dat mag het niet. Toen gaan allemaal meisjes vragen dat ze mogen aaien. Hem, weet je wel. Niet de hond, maar... Dat misinterpreteer ik dan. Ja, dan zeg je, oh, wil je hem aaien? Oh, dan, nee. Dan haal ik hem even tevoorschijn. Het is raar om dat hier te doen. Oké. Okay. You only live once. YOLO. Kom, schat. Kom. Zo, nou, we zijn weer thuis. En ik ga de vlog afsluiten, want het wordt echt altijd veel te lang. Ik kan altijd echt veel van mijn dag laten zien, maar vandaag was het natuurlijk veel om te filmen. Paar dingen. 1. Laat even weten of dat je het leuk vindt om dagvlogs te zien. Ook voor vlogmas, vlogmus, vlog, whatever. 2. Moet ik nog even vertellen hoe de wedstrijd was gegaan. Jullie hebben natuurlijk stukjes uit de proef gezien. Het ging echt super goed. Echt was echt heel blij. Eigenlijk de beste Grand Prix proef tot nu toe. Dus ja, fijn dat het dan ook wat je dan traint, dat het dan in de ring lukt. Dus echt super blij eigenlijk. En ook hoe Anne zich heeft gedragen. Dus dat was een beetje conclusie over. Ik was tweede geworden trouwens. Even kijken. En ik moet ook nog vertellen hoe je dus kans kan maken op het vlechttasje. Want dat is echt super leuk om weg te geven. Ik doe niet heel vaak winacties, maar Elise is natuurlijk een vriendin van mij. En ik dacht, nou, ik vind het een super handig ding. En ik wil dat graag met jullie delen. Ik ga het even hieronder zetten, zodat het makkelijkst is om te volgen wat je precies moet doen. Maar het gaat er dus om dat dit vlechttasje is genomineerd voor Horses Product of the Year. En ik kan dan een award winnen. En maar ja, ik heb al ondervonden dat het dus een heel handig dingetje is. En Elise wil natuurlijk heel graag dat haar product wint. Maar het gaat er dus in principe om dat je stemt op dat vlechttasje bij Horses Product of the Year. Dus als je dat vlechttasje wil winnen, dan moet je even hieronder goed kijken wat je moet doen. En ook zeker niet vergeten om een screenshot te maken. Want dat wordt echt de controle of dat je het vlechttasje echt mag winnen of niet. Anyway, morgen ga ik naar Graafje. Echt super leuk. Dus ga ik even kijken, morgen zaterdag. En dan ga ik dus Graafje lesgeven naar Louise. Even kijken. En dan gaan wij zondag nog een keer lesgeven. Dus Stijn en ik gaan 2 dagjes naar België. Ik ga 's ochtends eerst rijden, maar daarna gaan we naar Graafje. Dus dat is super leuk. Voor een paar YouTubers live event gaan we even oefenen. Daar wil ik eigenlijk voor de video ook meer over vertellen. En over kerstactie die ik nog heb voor de een half jaar Team by Jill plus hoofdband. Dat is ook super leuk. Ik denk dat ik daar de volgende video even wat meer over ga vertellen. Want dit wordt echt een hele lange video al. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken naar weer zo'n lange dagvlog. En dan zie ik jullie dus heel graag weer bij de volgende video. Doei doei!